Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal en welkom bij deze even tellen, ik denk vijfde aflevering van Fantasmus 7, Rhine of Shadows. In de laatste aflevering zijn we weer teruggekomen in het kantoor en hebben we gehoord dat Vel is ontvoerd. Ze zit nog maar in een streepje licht. Waar ze precies is en hoe we haar gaan vinden, dat weet ik niet. We moeten in elk geval naar de tuin om het licht weer aan te zetten en dat gaan we in deze aflevering doen. Het is 10 mei, dat betekent dat we op 1/3 van de maand zitten. Ik hoorde vanochtend onder andere dat het nog 8 dagen duurt voordat papa's Pancake Korea op de Android apparaten uit. Nou, ik ben in dit line spellen. Ja, ik vind dat leuk. Het is gewoon iets waar ik heel erg, waar ik mijn zinnen mee kan verzetten mocht ik iets anders willen doen dan Fantasmus bijvoorbeeld. Er is hier een dagboekpagina. En het is leuk om te horen dat het ook op deze manier kan uitkomen. Wat ik nog meer heb gehoord is dat in mijn herinneringen van Facebook stond dat vorig jaar rond deze tijd was er uitgekomen dat was het nieuwe Pokémon spel uitgekomen en waren de starters uitgekomen. Ik heb er deze keer nog niks van gehoord, maar misschien heb ik dingen gemist, dat weet ik niet. Kan. Dus het is afwachten, want sorry dat ik zo vaak. Dat is goed. Ik ben zelf heel erg fan van Pokémon spellen. Ik heb gisteren een video geüpload waarin ik mijn gedachten over Pokémon uitspreek. En ik hoop dat jullie die ook leuk vonden. Maar we zitten nou hier en we gaan nou deze doen. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. En ik ben ondertussen echt helemaal verdwaald. Ik weet niet wat ik moet doen. Goed, we hebben koud water. En nu... ik neem aan dat we dat moeten opwarmen. Mooi. En we hebben het warme water waarschijnlijk nodig om iets te ontvriezen. Dus, maar daarvoor denk ik dat we naar buiten moeten. Natuurlijk. Ik dacht altijd dat ik echt goed in was in dat soort dingen. Maar ja, blijkbaar niet. Er zou hier nog iets moeten zijn. Camera, 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 camera
Slam. Roll punch. Nice.
Yay! Jeez. What? Val tried to save you from the truth, but there's no point hiding it anymore. You and Dr. Corvine are the only living people in Arcadia. He safely sealed himself in his private wing, behind the Red Trail. If you think this insignificant fact changes anything, you're wrong. My pet feeds on any type of life force. That means it can devour ghosts as well. They cannot leave this building. They are bound to my machine's limited radius. Don't you get it? You're the only one of us who can actually leave the building and restart the generator. Now, I suggest you hurry. For Valerie's sake. Unfortunately, he's right. If we lose the lights, we're all doomed. Here, if you do see that monster, this will stave it off for a bit.
was dat? Thank you.
Vis van kut. Hey, een stripboek. Nice. Thank you. Doe gewoon maar wat, serieus. Oké. Beaver. Hé, hey, geweldig. Dit is eens een keer wat stuk. Kut. Ik heb niet op zitten letten.
iets te laat. Dat we ook omdat anderen of zo hebben gevonden. Veel weet ik veel. Amor. Valerie Grant, from the northeastern US, ran away from home at the age of 16 due to verbal and emotional abuse from her father. Jeez. Jordan Dubois, from the deep south U.S., spent most of his childhood in mental institutions after being accused of murdering his family by negligent arson, plagued by night terrors as a side effect of their psychic potential. They both traveled west to Oregon and into my capable hands. Reap.
Valerie Grant. Jordan, play. Wow.
Found the blink. Man, searching for. Blueprints? Great! I'm searching for a safe way to infiltrate Corbine's wing. Controlling his machine is the key to our freedom. Although, it's all in vain if you don't repair the generator. Oh, and once you do, be sure to turn the Mountain Peak lights off. That's the same place you turned them on, remember? The ones at the beginning of the mountain trail. Did it? Fantastic! I found a way into the doctor's wing. Meet me in the hallway upstairs, in front of your sister's room.
studied the blueprints of the mansion carefully while you were gone. I'm fairly certain you can reach Corvine's wing through this ventilation shaft. See? I'm not that useless after all. Use the blueprint to guide you. This flashlight is almost out of juice, so be quick. Okay.
wat er gaat gebeuren. Dat zien jullie de volgende keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zeg, tot ziens.